Welkom bij een nieuwe aflevering van Green Life with a Smile met Caroline Smeets. Hallo allemaal. In deze aflevering wil ik het hebben over naakte vetbollen voor vogels. Het gaat om deze bolletjes. Van die vetbollen met zaden erin voor de vogels in de tuin. Ik denk dat je allemaal wel deze vetbollen kent. Maar vaak zit er dan zo'n netje omheen. Vaak zo'n groen netje. En dat is niet zo fijn voor niemand eigenlijk. Want zo'n netje, daar moet weer plastic voor gebruikt worden. En er moet weer zo'n netje gemaakt worden. En als de vetbol opgegeten is en het netje hangt er nog, dan kunnen dieren daarin verstrikt raken. Of je hebt dus plastic afval in je tuin of in je buurt. En ja, met deze bol heb je daar dus helemaal geen last van. Deze vetbollen hebben we nu gekocht bij onze plaatselijke dierenwinkel Horsting uit Kilde. Er zitten dan 25 van deze vetbollen zonnennetje in een plastic zak. Ik heb dus wel wat afval op de plastic zak, maar niet meer dat vervelende netje. Of wij kopen ze online via feestvoorvogels.nl. En dan kopen we gelijk een grote doos waar 100 stuks in zitten. En dat is hetzelfde. Allemaal vetbollen zonder netje. Deze vetbollen zijn net zo makkelijk te gebruiken als met netje. Maar je moet misschien eventjes wat kleine aanpassingen maken. Wij gebruiken ze voor in een koker. Ik zal het hier op een foto laten zien. Stoppen we gewoon vetbollen in. En vogels die kunnen gewoon door de koker heen gaan eten. En we hebben hier een klein voederplekje gecreëerd waar we een vetbol opleggen. Kunnen de vogels ook gewoon bij. Dus je legt het er neer, je doet het in de koker. Vogels eten het lekker op en dat is het. Je hebt verder geen afval. Zo simpel is het. Dus ik zou zeggen, koop in vervolg vetbollen zonder netje.